Hi, mijn naam is Mark van Geerlingens. We zijn hier in het mooie Montafon-gebied. We zijn vandaag hier in Gargelle, gisteren in Silvretta Montafon, groot skigebied. Supermooi weer gehad. Daar onder andere op de Salomon S-Force geskiet. Waarbij de S-Force een ski is uit een lijn van 3 skis van Salomon die we mee hadden. Namelijk de S-Race, de S-Max en de S-Force. Ik ben hier met Stijn van Os. Stijn, de S-Force, vertel daar eens wat over. Kijkend naar de geometrie van de ski, zie je eigenlijk in één oogwenk al dat hij is breder, hij heeft draagvermogen. Breder onder de binding, maar omdat hij ook breder achter is, zie je ook dat hij toch een hele mooie taillering heeft. Dat geeft mij eigenlijk van tevoren al direct het beeld, oké, deze gaat op de kanten, die gaat het wel doen. Kijkende naar de omstandigheden van gisteren, we hadden verse sneeuw was er gevallen. Die pistes waren wel geprepareerd, maar het was zacht. Het is natuurlijk een ski gemaakt om te snijden, maar omdat hij ook wel wat breder is voor, heeft hij een mooie flow voor. Hij komt er zo makkelijk doorheen. Ietsje zwaarder dan zijn broertje, zwaarder dan de Max. Ja, ik vind dat gewoon wat prettiger. Je ziet toch nog heel vaak dat mensen een kortere ski pakken. Pak hem niet te kort, zeker niet. Hè. Durf die ski gewoon op lengte te skiën. Ja. Ideaal geschikt ook in een radiusbereik, zowel kort, middellang, lang, geeft je eigenlijk alles. Als je hier op skiet en je krijgt een beetje off-piste jeuk? Het is niet een specifiek off-piste ski, nee. Maar goed, kijk naar de breedte, dat kan hij absoluut aan. Einde seizoensski, een zwaardere papsneeuw, door zijn brede voorkant. Je ziet dat hij makkelijk overal, bam, hij gaat er gewoon doorheen. Ja, niet een all-terrain ski, maar het is een all-weather ski. En wat voor een doelgroep? Ik vind het wel een sportievere doelgroep. Voor die sportieve, stoere skier die eigenlijk piste georiënteerd is, die lekker wil snijden, lekker op met krachten eigenlijk hier en daar wil skiën. Een veilig apparaat wil, waarmee hij eigenlijk in alle sneeuwomstandigheden, ongeacht het weer, perfect zijn ding kan doen. Die toch proberen om elke afdaling net weer even kijken, kan ik nog wat beter? Perfecte ski. Je kan er heel de tijd mee vooruit en je kan in allerlei verschillende radiussen en terrein kun je jezelf blijven testen. En verbeteren. En verbeteren. Hartstikke mooi. Dat was de Salomon S-Force. Dankjewel, Stijn.